Ik heb altijd naar de televisie gekeken van Engeland eigenlijk. Van Trump. Trump? Nee, toch? Die is in Engeland dan, de president van Amerika. Ja, die ken ik wel. Die is bij Elizabeth. Ja. Oh, daar heb ik ook nog een stukje van gezien. Bij de Queen. Ja. Daar moet ik ook nog een keer heen gaan. Naar de Queen. Ja, ben je zo konings? Ja. Oh, dan ga ik gauw opzij zitten. Dan neem ik een bos bloemen mee. Nee joh, zit toch niet zo gek te doen. Ja. Dan neem ik een bosje bloemen mee van. Ja. Tulpen. From Holland. Ja? Tulips from Holland. Ja. Maar die Queen zit al lang daar hoor. Ja, ik weet het. Ik heb ook tv hoor. Die heeft het eeuwige leven. Denk ik. En ze blijft... Ja, ze hoeft zich ook niet druk te maken natuurlijk. Ze hoeft niet te denken, oh jee, nou moet ik nog de belasting doen of... Nee, dat hoeft ze niet. Nee. Of de was nog doen. Nee, dat hoeft ze. En afwassen? Afwassen ook niet. Dat doet Charles. Ik zie dat gelijk voor me zo, hè. Die Charles gaat afwassen. Ja. Nou, mijn man deed dat wel vaak. Die verpesten mij veel te veel. Ga maar zitten, Ricky, dat doe ik. Het wel. Is ook geen slecht werk. Nee. Afwassen. Omdat hij bij de marine hebt gezeten. Ja, dan kan je goed afwassen. Waar? Als je bij de marine gezeten hebt. Nou, kan je... het zal moeilijk gaan hoor, bij onderzeeën. Maar dat moet ook gebeuren hoor. Ja, dat weet ik. Ik ben er ook op geweest. Maar begrijpen doe ik het nog steeds niet. Ja, maar hij gaat onder water. Ja, dat weet ik ook wel, maar de ruimte die je hebt, langs elkaar lopen en zo, dat is... Duikboot mag je niet zeggen. Hè? Ik zeg nooit geen duikboot. Mag je niet zeggen. Ik vind het lelijk. Onderzeeën. Ik zei ook net geen duikboot. Nee, maar sommige mensen wel. Ja, dat weet ik. Kijk, die vent zit in het water te plassen. Een duikboot. We moeten een bekeuring geven, die vent. Onderzeeën is het gewoon. Ja. Een speciale mensen hoor, die daarop zaten. Ja, die zijn niet bang. Nee, maar dat niet alleen, ook saamhorigheid. Dat is het belangrijkste. Ja, dat moet wel. Als je onder water zit, kan je niet zomaar uitstappen. Nee. Als je ruzie hebt onder water, dan kan je niet zeggen van ik maak de deur open, ik ga weg. Nee, ik ben er ook op geweest hoor. Nee. Ja, om er weer af te gaan. Maar geen ruzie gemaakt hebben. Er was er eentje bij hun aan boord. En toen ging die lag in Den Helder. Ja. Nou, daar liggen ze niet altijd. Maar daar heb ik ook geweest. MKWD. Wat is dat voor boot? Dat is in Den Helder. Dat is die marine opleiding. Oké. Okay. Oh, dat weet ik. Ik heb die sportschool daar gedaan. Ja? Ja. De MKWD, Den Helder. Maar je neemt gewoon heel mijn gesprek over. Ja, dat zal ik een beetje dimmen. Nee, want ik wilde zeggen... Anders hoef jij niks meer te zeggen daar. Jawel, ben je wel eens op onderzee geweest dan? Nee. Alleen maar bovenzee. ik pas niet in... De onderzeeboot... Daarom zit ik hier zo graag, vanwege die schepen allemaal. Ja, onderzeeën vind ik te klein voor mij. Ik kan mijn kom niet keren in zo'n ding. Nee, dat kan niemand. Ja, kleine mannetjes. Nee, dat kan niet, want dan mogen ze er niet op. Ze moeten een bepaalde lengte. Ja, maar ook niet te groot. Nee, maar tussen een meter en dan nog een meter, daar zit nog heel veel ruimte. Ja, maar ik ben te zwaar ook. Als ik in de onderzee ga, komt hij niet meer boven. Wat weeg je dan? 110. 110? Dat zou ik toch niet zeggen. Nee. Die niet ergens wordt gezien. Ik ben te zwaar voor een onderzee. Komt u niet meer naar boven? Ik zal geen ja of nee durven te zeggen, want er zitten behoorlijk veel mensen op. Ik durf alles te zeggen. Mensen nemen... Maar als je het niet weet, kan je het ook niet zeggen. Kijk, ik weet het omdat... Als ik het niet meer weet, vraag ik dan de hond. Die is super intelligent. Kijk, dat geluid, hè, dat vind ik helemaal geweldig. Als dat geluid stopt... Nee, dat komt omdat ik een schipperskind ben geweest. Ja. Het geluid is van de motor. Ja.
Je hoeft mij nog niet te leren hoor, dat weet ik allemaal wel hoor. Nee, want sommige mensen als denken dat ze... Als ik klein kind zijn, heb ik ook gevaren. Nee, maar sommige mensen denken dat ze iemand met een trommel zit te trommelen. Nee joh. Ja, ik heb ook op boten gezeten vroeger. Schepen. Schepen, bootjes, alles heb ik gezeten. Maar niet onder water. Nee, maar mijn man wel. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik ga het ook niet doen ook. Nee, dat kan je zomaar niet doen hoor. Opleiding. En ik ben ook niet in de ruimte geweest nog. In een raket. Ook niet in een vliegtuig. Vliegtuig wel. Maar niet... niet in de ruimte. Ja, vliegtuig ben ik een paar keer geweest. Hoor. Maar ze kregen mij ook niet de ruimte in. Nee, ik zei het zelf. Dus we moesten naar even kijken, hoe heet het? Nieuw-Guinea, daar was oorlog. Oh ja, dat weet ik ja. En toen moest hij er ook heen. En hebben ze de verloskundige gebeld, want ik was zwanger. Ja, ze is heel erg gezond, dus die belde mij ook. Ja. Toen zegt ze, je wordt straks, ze zegt, ik ben er gelijk ingesprongen. Ja, ja, ja. Dus ik heb wel eerlijk gezegd dat je heel gezond bent met je zwangerschap. Ja, ja. Ja, mijn man moest toch mee. Ja, als je getekend hebt, moet je mee hoor. Nee, dat is met onderzee niet veel iets anders. Ja, dan moet je onderzee. Ja. Ja, dan ga je. Ja, hij wil praten met die zoon. Vraag even hoe laat het is. Ja. Maar die zwanen trekken zich niks van hem aan, hè? Nee, hè? Nee.